Ik dacht bij mezelf van ik neem liever dan gewoon afstand. En we zijn dan geen vrienden meer. We hadden niet verwacht dat ze achter ons, dat hij achter ons aan. En ik dacht zelf van weet toch, fuck hun man, fuck die boys. Ik denk echt dat mijn moed opeens gaat switchen omdat ik word aangesproken door een boy. Oeh, ik kan een beetje too much. Maar kijk, oké, ik ga die thumbnail. Het is die thumbnail nog. Of mijn haar ziet er niet uit. Eigenlijk moet ik een ding maken. Oh, voel die vibe tonight. Ik zie dat je me checkt. What is this? Oh, mijn camera is dat scheef. Nou jongens, daar. Ik wilde een get ready with me opnemen. Ik was al bezig met mijn make-up. Ik ben trouwens ook naar de Primark geweest. Daarvan komt een andere video wat ik heb gehaald. Don't look at mijn beauty plan, want mijn is helemaal kapot. Maar ik heb ook een andere. En nog eentje. Maar ik vind deze het fijnst omdat het best wel zacht is. En oh my god. Dit kan echt niet. Nou, ik was wel bezig met mijn make-up. Dus wat ik gebruik is deze gebruik ik voor mijn gezicht. Ik denk dat ik even mijn camera ga switchen. Wait a minute. Daar zijn we weer. Ik gebruik deze voor mijn gezicht en ook voor een make-up basis volgens mij. Dit kan je ook gebruiken en daarna je make-up opdoen. Ik ga trouwens ook mijn haar doen voor de mensen die kijken van. En je haar dan direct. Het is MAC Foundation Studio Fix. Studio Fix. En nummer. Nummer N020 volgens mij. Let's begin. Ik gebruik eerst de foundation. Dus dat ga ik even op mijn gezicht doen. Ik heb wel een spiegel nodig. Wacht even. Ja, weet je wat? Ik doe het zo druk. Cause I'm a professional, bitch. Nee, grapje. Ja. Ik ga het even ook zo proberen. Dit doe ik gewoon dagelijks. Ik gebruik niet elke dag make-up hoor. Ik ga ook een aantal vragen beantwoorden. Er was een meisje die in mijn, volgens mij La Chica Bella heette. Die vroeg ook van of ik een hair tutorial kon opnemen volgens mij. Hoe ik mijn haar doe. En dat ga ik nu doen. So, you better watch. ja, en ze vroeg ook van hoe ik mijn haar heb geknipt. En dat ik video moest gaan opnemen. Maar het was best wel spontaan. En ik dacht zelf van, girl, what happened to your hair? Because, hoe zeg je dat? Ik kreeg vaak ook de opmerkingen van, ja, hoe is je haar zo aan de ene kant gesteld? Of je hebt veel stijle plukken. En als je dat elke dag hoort, dan denk je ook, ja, dan maar gewoon die big chop gewoon. Dat ik het gewoon zelf had geknipt. En voor de mensen die vragen van, hoezo hebben we dat zelf geknipt? I don't know. Oeh, ik kan kan beter zo gaan zitten. Of ik pak even een kus of zo. Maar ja, ik heb vaak mijn haar geknipt. En ik dacht, ja, ik kan wel naar de kapper gaan. Ik kreeg ook vaak de vraag van, waarom ben je naar de kapper gegaan? Ja, dat vroeg ik me ook. Op de volgende dag af. Ik ga toch stuk. Ik voel me dat ook de volgende dag af, want Gabi wilde weer bij de hand zijn. Maar het is gewoon wel goed. Kijk, het kon ook slechter.
aflopen van mijn haar. Gewoon dat het echt één kant lang was, één kant kort. Maar ja, ik ga wel zo meteen laten zien hoe ik het heb geknipt. Want ja, ik I'm about to show you. Maar ja. Oh ja, wat ik ook nog wilde vertellen is in mijn laatste vlog. In de laatste twee vlogs. Dus toen ik met een vriend was en ook toen ik naar het strand ging, zijn er dingen gebeurd. Ja. Met die guy, met Stefano, ja, we zijn geen vrienden meer. Dat heb ik zelf. Ik zelf besloten dat we geen vrienden meer zijn, omdat wat jullie niet hebben gezien is, ik heb niet alles online gegooid, natuurlijk niet, maar ik vind zelf van als je een vriendin hebt en je zegt tegen mij dat we vrienden zijn, maar je toch flirt, dan zijn we geen vrienden, want het is ook geen grapje die je maakt. Hij is veel ouder dan mij. En ik weet wanneer iemand flirt. En ik vind dat niet leuk, snap je? Dan is het zo disrespectful naar je vriendin toe. En no offense of zo. Ik heb die vriendin volgens mij 2 keer gezien. Of 1 keer. Oké, niet meer. Maar girl. Ik hoef niet zo'n nummer, maar gewoon ook naar haar toe van nee man, ik ga sowieso die, ik wil niet in de weg staan als een vriend of zo vriendin heeft en die wordt weer jaloers en bla bla bla. Ik dacht bij mezelf van ik neem liever dan gewoon afstand en we zijn dan geen vrienden meer, omdat ik zelf ook zag van oké, you flirting with me. I didn't ask for that. En hij kan het als een grap zien, maar het is geen grap. Want je doet het. Het was best wel awkward of zo, vond ik zelf. En die dag toen ik met hem was. Cut it. We kunnen elkaar op Snap hebben, op Instagram, daar blijft het bij. Maar we waren ook nooit echt vrienden, snap je? Dus wat je vrienden noemt dan. Oké, ik heb even foundation onder mijn wallen gezet. Want ik gebruik niet echt concealer. Voor de mensen die zich afvragen, dan use it. Ja, ik heb wel hier een concealer van MAC. Maar ik vind het een beetje te dik of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar even kijken, wat kan dat? Oh, laat maar, hij is op mijn pas. Maar het is gewoon een kleine potje. Wacht, ik pak het erbij. Oeh. Kijk, dit. Maar ik dacht zo van, ik kies misschien. Oei, joh, ik schrok me dood. Ik dacht misschien, de vorige keer toen ik naar de MAC ging, zei een persoon van, je moet 2 tinten donkerder dan je foundation halen. Dus ik had het gehaald. Maar je ziet gewoon, kijk, dit werkt gewoon wel, maar je ziet gewoon het verschil tussen de kleuren en tussen deze 2 kleuren. En ik dacht, no, voor de volgende keer hou ik gewoon dezelfde huidskleur als mijn foundation. Dan klopt het tenminste. Want dan zie je opeens bruin of zo. Zie je 2 tinten donkerder en dan zie je opeens mijn foundation. Dus dat werkt niet echt voor mij. Dus ik gebruik hem niet meer. Oh ja, de tweede was, ik was nog niet klaar met praten. Wat ik nu ga gebruiken is een bronzer van Rimmel London. In de kleur 022. Gewoon voor hier. Ik gebruik niet eens zoveel make-up hoor. Dus in mijn vorige video zagen jullie dat ik in de auto was en dat daar wat was gebeurd.
Nou, ik laat nu het fragmentje zien. Dat zeg ik, je moet gelijk streek zijn. Want dan ga je deze jongen... Ja, maar we hadden niet verwacht dat ze achter ons... Dat hij achter ons aan... Ja, maar nou, als je dan gelijk weet, gelijk klaar. Gelijk duidelijk gelijk je plek zetten. Zo hard moet je echt met ze zijn. Want kijk hoe onbeschoft. Oké, mag ik vloggen? Of... Nou jongens, we gaan naar Schimmelnieuw. Oké, we gaan het gewoon gezellig hebben. Anders is het wel niet fijn. Ik heb geen spiegel. Dus, ja. Dus ik werd aangesproken door een guy. En ik ben een persoon die dan gewoon wegloop. Omdat ik geen aandacht aan jongens besteed die achter mij aangaan. En die om mijn nummer vragen. En het is niet één keer gebeurd. Dus het is wel vaak in mijn leven gebeurd. En op een gegeven moment... op een gegeven moment ga je daar geen aandacht meer aan besteden. En dan loop je gewoon door. Want ja, hij krijgt mijn nummer toch niet. Period. Maar ik was met een beste vriendin van mij en haar vriendin. En zij werden best wel boos. Omdat ik volgens hen niks zei. Maar die guy vroeg mijn nummer en ik zei nee. En hij kwam achter ons aanlopen en ik dacht zo van ja, mij kennende, ik stap gewoon die auto in en klaar, weet toch, waarom zou je daar nog aandacht aan besteden? Want ja, hoe vaak word ik aangesproken? Dus de volgende dag kreeg ik een memo van mijn beste vriendin. Dat ze het niet vond kunnen en zo, omdat zij dan van me opkwam, blablabla. En ik zei ook zo tegen haar van, ik wist niet dat het een probleem was als ik buiten werd aangesproken. Dus toen zei ze van, nee, daar gaat het niet om, je moet gewoon voor jezelf opkomen, dit, dat. Maar in mijn leven word ik zo vaak aangesproken en ik ga daar geen tijd aan besteden. En dat is ook een van de redenen waarom ik nu ook geen beste vriendinnen met haar ben. Omdat dat is voorgekomen. Maar ik denk zelf ook zo van ja, we waren met z'n allen en zo. En het is niet dat ik niks zei of zo. Like the fuck. Ik ben gewoon een persoon. Ik zeg gewoon oké, ik hoef je hem niet. Ik loop gewoon door. Klaar. Punt. Dus ja, zij werden best wel boos in de auto's. Zoals jullie dat hoorden in je video. En ik dacht zelf van, weet je toch, fuck hem man, fuck die boys. Weet je, vaak ik word aangesproken, denk je echt dat mijn moed opeens gaat switchen, omdat ik word aangesproken door een boy. Period. Dit, dat. En ook al, ik was alleen, weet je hoe vaak ik alleen word aangesproken en ik loop gewoon door, snap je? En voor haar was het zo van, stel je voor, je was alleen. Er kon er erge dingen gebeuren, dit, dat. Ik ga nooit van het ergste uit. Dus, ja. Als ik word aangerand of zo, tuurlijk ga ik voor mezelf opkomen. Van, what the fuck doe je dit dan? Maar als ik zo vaak word aangesproken door een guy, dan als ik wegloop, dan ja, wat heeft het nog een nut om die guy dan buiten uit te halen die achter me aanloopt, dit, dat. Ik ben zelf ook nonchalant daarin. Ik zeg gewoon, oké, kom maar gaan, stoppen gewoon die auto in en we gaan gewoon weg. Maar zij werden best wel, ze werden best wel boos en dit, dat. En ik dacht zelf van ja, misschien hebben zij dat niet vaak meegemaakt dat boys hun aanspreken. Omdat ik dit best wel vaak heb dat jongens me aanspreken. I don't give a fuck anymore. Like, je krijgt mijn nummer niet en dat is het, snap je? Maar met zij misschien niet. En zij vinden dat juist vervelend. Of ja, dat boys... achter mij aangaan. De volgende dag kreeg ik die memo en ik dacht bij mezelf van wow, weet je toch, er speelden ook nog meer dingen bij, want het waren gewoon dingen uit het verleden. Ja, ik kreeg dus een memo dat mijn beste vriendin met dat meisje waarmee we dus waren, dat ze over mijn situatie sprak over die dag. En ik denk ook over meer dingen, want zo te zien kwamen dingen in het verleden ook bij.
waar ze het over hadden. En ik dacht bij mezelf van, wow, weet toch, als beste vriendin zijn en je kan met mij, kan je over alles praten. Dus als er wat met, weet toch, als er wat aan de hand is, praat er gewoon over dit, dat. Want bij mij is het zo van, oké, het is gebeurd, snap je? Waarom ga je nog daarover praten, snap je? Dus zij heeft dus besloten dat ze even afstand wil. Dus voor mij is dat gelijk ook gewoon geen vriendinnen of zo meer. Of I don't know. Dus ik dacht bij mezelf van, oké. Weet toch? Voor mij is het ook zo van, oké. Ik ben, kijk, ik weet hoe meisjes zijn, snap je? En als je andermans advies overneemt en zelf niet eens gaat nadenken van, oké, hoe zit Gabi in elkaar en dit is het. Maar niet gelijk zo'n beslissing maken van, oké, we zijn geen vriendinnen meer, want ik ben geen perfecte vriendin. Niemand is perfect in het leven, iedereen maakt fouten of leert dingen of moet dingen leren, snap je? Dus waarom gelijk zo'n beslissing maken? Maar ik denk gewoon ook dat het komt omdat zij nu met dat meisje die met ons was, dat ze daar meer mee omgaat en zo. En dat ze meer haar advies opneemt. Dat het een beetje invloed op haar heeft. En ik dacht, oké, doe je ding. I'm doing my thing. En ik vind het zelf van, moet ik mijn excuses aanbieden voor de dingen die zijn gebeurd? Of ziet zij dingen anders? En ik wil me niet de hele tijd verantwoorden voor dingen waarvan zij dingen die gebeurd zijn. En zij denkt er anders over. Dus dit is de waarheid, maar zij denkt dat de waarheid iets anders is. Snap je? En daar heb ik geen zin in. Ik heb daar geen zin in om weer een tweede discussie aan te gaan. Om weer niet gehoord te worden. En ja, ik vind zelf van als er iets met, als je problemen met me hebt of zo of iets. Of als er iets is, dan kom, spreek mij aan. Ga dan niet met je beste vriendin erover praten of weet ik veel wat. Want ik weet zeker dat het allemaal over negatieve dingen ging. En dat is altijd bij meisjes zo. En ja, de manier waar ik werd, hoe ik werd aangesproken, was echt op een negatieve manier. En ik dacht zelf van, nee man, ik hou echt niet van negatieve dingen. Dus dat eigenlijk, we zijn geen vriendinnen meer. Of even niet, I don't know. Ik heb gewoon geen zin om een gesprek aan te gaan. Want als er voor mij al een beslissing wordt gemaakt, oké, we zijn geen vriendinnen meer. En als je dat jouw beslissing is, dan doe je. Ik ga niet de hele tijd aan iemand, hoe zeg dat? Aan regels aanhouden qua vriendschap of zo. Of, kijk, rekening kan je houden, maar regels? Nee man. Dan vind ik het echt te ver. Dus ik moet volgens jouw leventje leven of zo. Nee. Iedereen is anders. Maar dat eigenlijk. Het was echt voor mij best wel hectisch. Een hectische week. Omdat dat ook gelijk de volgende dag was. En ik dacht echt van, wow, waar komen die frustraties eigenlijk vandaan? Want I did nothing wrong to you. En hoezo kunnen mijn situatie invloed hebben op haar, snap je? Dat vraag ik me gewoon af. Maar ja. Dat eigenlijk. Het was best wel een hectische week. En ik heb ook te horen gekregen dat ik niet geslaagd ben. Maar ja, dat is niet echt erg. Omdat ik 3 vakken dan moet gaan herkansen. Inshallah. Het komt sowieso goed. Ik heb nu ook meer tijd voor mezelf. Want school, stage. Het is gewoon, het neemt te veel tijd. Het stage nam te veel tijd in mijn slag. Dat ik kon niet goed leren, snap je, voor mijn vakken en zo. En ik had gelijk de week. Dus de vrijdag, mijn laatste dag toen ik stage had. En gelijk die maandag had ik gelijk examens. En ik dacht bij mezelf, hoe de fuck ga ik nu leren?
Dus dat speelde ook echt een rol. En nu heb ik gewoon meer tijd voor mezelf. Ik ben ook op zoek naar een baan en zo. En gewoon alles even goed plannen hoe ik dit nu ga herkansen. En ik hoop dat ik in december mijn diploma in ontvangst kan nemen. Want I work so damn hard for this, for deze opleiding. En natuurlijk ben je dan wel teleurgesteld, maar ja, ik zit wel op het Abelau College, dus veel kon je ook niet van mij verwachten. Maar ja, ik hoop dat ik in december dan ben afgestudeerd en dat ik gewoon mijn leventje kan leven. Mijn doelen wil gaan behalen die ik wil gaan behalen. En ja, dat eigenlijk. Ik heb even... Oh, ik had je niet... Hey, ik gebruik gewoon die highlighter Soft and Gentle van MAC. Zo, ik heb niet eens gezegd wat ik gebruik. Oh, dit. Oké, maar ik moet echt snel doen, want het is... Weet je wat ik ga doen? Kijk, ik moet nog allemaal deze kant moet nog bronzer zetten, want dat ben ik helemaal vergeten. Ik weet niet of het er goed uitziet. Het valt wel mee, toch? Mijn bronzer, anders ga ik dat nog bijwerken. Deze mascara gebruik ik. Ik doe even om te laten zien van... Oh, ik kan het niet. Ashy lips. Mijn maan is uit. Ik ga zo meteen die vaseline zetten. En zo zet ik mijn mascara. Weet je, ik doe gewoon de helft. Zoals jullie het kunnen zien. En straks ga ik dan even laten zien hoe ik mijn haar doe. Kijk, ik doe niks van mijn wenkbrauwen. Ik borstel het eventjes gewoon zo. Kijk, het lijkt misschien nu echt kaal, maar ik doe niks met mijn wenkbrauwen omdat ik het niet mooi vind. Want als ik mijn wenkbrauwen ga tekenen, Nee, dankjewel. Dus dit is eigenlijk hoe ik mijn make-up doe. En meestal, ik heb nu de helft gedaan. En de andere helft doe ik nu even, zodat het niet een te lange video wordt. Kijk, ik heb hier bronzer, hier bronzer, hier highlighter, mascara en mijn wenkbrauwen. Ik ga nu even verder en zometeen laat ik jullie zien hoe ik mijn haar doe.